Oké, gaan we dan. Allerliefste vakantie, Vincent. Alvast gefeliciteerd met je derde kind. Ja, alvast kan je weglaten, maar toen je het stuurde was het nog niet zo ver. Dus snap ik die alvast ook wel weer. Hierbij de aanleiding van mijn vraag en vraag zelf. Sinds mijn 13e jaar heb ik al twijfels over mijn geaardheid / gender. Oh jee. Ik ben hier ook veel om gepest. Nou, dan moet jij lekker weten, Roos. Mijn ouders willen hier geen steun in bieden. Dus ik heb jarenlang met een soort betonblok rond mijn kringspier over straat moeten lopen. Niet wetende wat ik met deze gevoelens moest doen. Ja. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik gewoon moet zijn wat ik wil zijn. Dat is een hele mooie conclusie, jongeman. Dus hierbij mijn vraag. Wat voor vis zou jij willen neuken? Hartelijke hallo van Noah. Hallo. Nou, Noah, dat is echt een oprecht hele interessante vraag. Want mijn eerste gedachte bij wat voor vis ik zou willen neuken, die gaat gelijk naar haai. Een grote witte haai, weet je. Want dat is lekker spannend. Best wel moeilijk. Intens. Weet je wel. Eigenlijk bijna onmogelijk. Ik denk dat die haai eerder mij gaat neuken. Voordat hij me opvreet. Als hij me niet eerst opvreet en dan gaat neuken. Weet je wel. Maar ja, gewoon lekker gevaarlijk. Lekker spannend. Weet je, hard to get. Onbereikbaar, weet je. Dat staat mij dan wel aan. Maar, weet je, een haai, dat is natuurlijk geen zoogdier. Want die legt geen eieren. Dus dan kom je al heel weer snel bij vis. En ja, wat voor vis legt dan wel eieren? En ik moet natuurlijk wel respect hebben voor hetgene wat ik dan ga neuken of zo, weet je wel. En een grote witte haai, ja, ik weet het niet. Heb ik daar respect voor? Het hangt erom. Maar ja, waar kom je dan? Dan kom ik toch uit bij zalm. En dan niet zalmfilet of zalmmoot. Nee, maar gewoon de zalm aan zich. En waarom dan? Die zwemmen lekker tegen de stroom in. Weet je wel. En ik hou ervan om echt uit mijn comfortzone te gaan. En gewoon het tegenovergestelde te doen van wat ik dan doe. Weet je wel. En ja, tegen de stroom inzwemmen, daar heb ik altijd al bewondering voor gehad. En dat is iets wat zo buiten mezelf ligt. En natuurlijk fucking moeilijk, want ja, die zalm is dan een soort van die stroom op aan het zwemmen. En jij loopt er dan achteraan met je harde pik van ja, ik wil je neuken of zo, weet je wel. En kom hier. En ja, en ook nog stroom opwaarts, wat helemaal heftig is. Dus dan loop je een soort van met die harde pik. En ja, dat lijkt me wel echt magistraal gewoon of zo. Dus ik neig toch gewoon naar zalm. Hoewel makreel, ja, moeilijk. Moeilijke vraag. Maar goed om daar even over na te hebben. Mogen denken, dankzij jou. No hallo. En nou ja, hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal.